En de regering is diep geschokt door het heengaan van oud-ambassadeur Sonny Hira. Hij overleed gisteren vrij plotseling, zo meldde communicatiedienst Suriname in een persbericht. Hira werd op 21 november nog gedecoreerd door president Chandrika Prasad Santokhi tot commandeur in de ereorde van de Palm. Hira staat bekend als de diplomaat die gevormd is door de pluriforme Surinaamse samenleving. Sonny Hira zag het levenslicht op 22 november 1946 in de wijk Grote Combe. Daar heeft hij de eerste helft van zijn leven doorgebracht en zijn vorming gehad. Zijn diplomatieke carrière begon met zijn aanstelling op het toenmalige ministerie van Buitenlandse Zaken en zijn betrokkenheid bij de ambassade van Venezuela. In een interview in het kader van 45-jaars revidentie heeft Hira de invloed die de heterogene Surinaamse samenleving op hem heeft gehad besproken. Nou, in de eerste plaats heb je een enorme bumperzone, zoals ik dat wil noemen. Je tolerantiedrempel is bijzonder hoog en groot. Je raakt niet vervreemd van situaties waar je niet mee bekend was. Laat ik het met een voorbeeld duidelijk maken. Als een Hollandse diplomaat of een Amerikaanse diplomaat zeg maar uitgezonden wordt naar India of Indonesië of China, dan is het voor hem een vreemde wereld. Dat opgroeien in een multiculturele samenleving, een heterogene samenleving met een hoge mate van pluriformiteit, maakt dat een diplomaat zich eigenlijk een wereldburger voelt. En dat heb ik ook altijd gevoeld. En het heeft bijgedragen tot het gemak in het leggen van contacten op het diplomatieke veld. En dat heeft ook is succesvol geweest uiteindelijk in de uitvoering van mijn werk. Dat was een fragment uit het laatste interview met Sonny Hira. Hij stond die af aan de communicatiedienst Suriname en wel in het kader van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname. De regering condoleert de nabestaanden, als ook de rest van de samenleving, met het plotselinge overlijden van oud-ambassadeur Sonny Hira. Hij werd 74 jaar.